weer kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een soort van kerstlook make-up-achtige video. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Ik heb wel 2 keer eerder een Get Ready With Us opgenomen. 1 keer met Zoe en 1 keer met Jet en Zoe. En ik heb 1 keer vorig jaar volgens mij een Get Ready With Me voor kerst gedaan in mijn eentje. Had ik ook wel een beetje mijn make-up laten zien, maar niet echt heel erg uitgebreid. Ik ben totaal niet goed in make-up. Vraag maar aan dag maar na. Ik was vroeger echt een sukkel wat betreft qua make-up. Door de jaren heen heb ik wel wat meer dingen geleerd. Maar het zal echt niet allemaal perfect zijn wat ik doe. En het zal echt niet allemaal kloppen. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik dacht misschien leuk voor in een video. Gaan we ook gewoon lekker een beetje kletsen. En laat ik ondertussen zien wat ik ga doen met kerst qua make-up. Dit is ook de eerste keer dat ik zeg maar zo'n soort make-up video van dichtbij maak. Dus als het licht of de camera een beetje gek staat. Sorry ervoor, ik moet er ook nog een beetje mee spelen. Dit is echt niet iets wat ik heel veel vaker ga doen, maar ik vond het gewoon leuk voor de feestdagen. Dus laten we snel beginnen. Ik ga eerst eventjes mijn haar in een staart doen, want dat zit reet in de weg. Ik had net toch een elastiekje. Waar is die nou? Oh, hier. Haha. Voordat ik vragen krijg over mijn badjas, want ik denk dat ik die wel ga krijgen waar die vandaan is. Die is van de H&M, maar ik heb hem in de sale gekocht 3 maanden geleden of zo. Dus ik denk niet dat ze die nog hebben. Ik ga beginnen met een dagcreme en dat is deze van Garnier. Die gebruik ik pas sinds kort. Dus ik weet nog niet echt wat ik hiervan vind. Of ik hem fijn vind. Ik krijg er in ieder geval geen pukkeltjes van. En hij voedt mijn huid goed. Dus dat is een goed teken. En die breng ik altijd gewoon een heel klein beetje over mijn gezicht. Hier naast me staat allemaal make-up. En heb ik mijn spiegel staan om te kunnen zien wat ik doe. Dus als ik daarheen kijk dan weet je dat. Maar wat ik nu ga doen is eventjes een oogcrème aanbrengen. Deze is van Olaz. En dat doe ik ook pas sinds kort. Eigenlijk tegelijkertijd met dat ik met die dagcreme ben. Dat ik met die dagcreme ben begonnen. Gebruik ik ook deze oogcreme. En ik pak er gewoon een heel klein beetje van. En dat smeur ik uit onder mijn oog. Eigenlijk officieel hoor je het te deppen. Althans zo leren tijd op school. Maar dat duurt me veel te lang. Dus ik doe het gewoon lekker zo. Ik ga beginnen met een beetje foundation. En ik gebruik deze van MAC. Dit is de Face & Body Foundation. In de kleur C3. Ik gebruik hier nooit zo heel erg veel van. Maar ik vind deze foundation wel heel fijn. Omdat er zit geen SPF in. En als je dan een foto maakt bijvoorbeeld in de club of met kerst, dan krijg je niet zo'n heel spookwitterig hoofd. Ik breng altijd een beetje aan op mijn hand. En dan zoek ik eventjes een foundationkwast. Oh, daar. En wat ik dan altijd doe, is ik pak eerst een foundationkwast en ga ik gewoon strepen aanbrengen over mijn gezicht. Gewoon waar ik het wil hebben. En wat een beetje gek is, is dat ik eigenlijk foundation altijd alleen maar aanbreng op mijn wangen en rondom mijn neus en mijn mond. En niet op mijn voorhoofd. Omdat ik vind dat ik best wel een egale huid heb, dus foundation niet echt per se nodig heb. Alleen ik heb vaak hele rode wangetjes. En als je dan gaat contouren is dat gewoon heel lelijk. Als je dan een beetje rood er doorheen ziet en dan weer contour en bla bla. Dus vaak doe ik het alleen op mijn wangen om gewoon een beetje een egale ondertoon te krijgen. Als ik dan alles verspreid heb op mijn wangen, dan ga ik er met een sponge overheen. Deze is van Real Techniques volgens mij. En deze vind ik prima. Ik ga echt geen 20 euro uitgeven aan een beauty blender. Terwijl het met deze ook gewoon prima werkt. Oké, ik ga nog een klein beetje erbij pakken, want ik zie dat ik niet echt genoeg heb voor mijn nek. En mijn nek is altijd ietsjes lichter dan mijn hoofd. Dus die wil ik wel graag erbij hebben, want anders ziet het er ook zo raar uit. Pak ik weer gewoon die foundation kwast en dan ga ik het een beetje... Oh, mijn haar zit echt zwaar in de rug. Ga ik het gewoon een beetje hieronder doen, zo. En de rest wat ik over heb, verdeel ik nog een beetje over mijn wangen. Wat dus best wel grappig is, ik zat gisteren, mijn laatste vlog uit 2018 terug te kijken... Omdat ik wist dat ik daarin een soort voornemens, of nou, niet echt voornemens voor mezelf had gemaakt, maar meer doelen. Ik ben nooit echt van de voornemens, omdat ik zoiets heb van, als jij wil gaan sporten, meer wil gaan sporten, dan kan dat ook vanaf 3 maart, weet je. Daar hoeft het echt niet opeens 1 januari voor te zijn. Maar ik kan natuurlijk wel voor ieder jaar doelen hebben. En dat had ik dus ook, dat ik aan het eind van 2019 behaald wilde hebben, zeg maar. En ik ging dat even terugkijken wat die doelen ook weer waren. En ik heb ze dus ook alle 3 gehaald. Het waren er dus 3. Oké, ondertussen is mijn foundation wel goed uitgesmeerd. Dan ga ik over naar de concealer. En ik gebruik deze Fit Me Concealer van Maybelline. In de kleur 20. En die doe ik eigenlijk altijd alleen onder mijn ogen. En die dep ik dan in met mijn middelvinger. Maar mijn 3 doelen waren dus 2 een beetje YouTube en Insta gerelateerd. Bij YouTube was het dat ik minimaal de 20.000 abonnees wilde behalen. En qua Instagram ook. En dat is zeker gelukt. Want op YouTube heb ik nu de 25.5. En op Instagram de 20.6 volgens mij. Dus dat heb ik goed gehaald. En daar ben ik ook echt super blij mee. En super dankbaar voor dat dat gewoon is gelukt. En YouTube nog zwaar boven mijn doel, zeg maar. Want ik wilde er 20 en ik heb er bijna 26. Dus dat is echt super leuk. En ik ben ook echt heel blij dat het allemaal gewoon gaat zoals ik wil. En gewoon... Dat ik het nog steeds leuk vind en zo om te doen. Want het is natuurlijk wel... Het is gewoon een hobby die
een beetje uit de hand gelopen is. En dat moet natuurlijk wel een leuke hobby blijven. En niet een soort van verplichting. En voor mij is dat het zeker nog niet. Dus daar ben ik heel blij mee. En wat mijn derde doel was, om een mooie designertas voor mezelf te kopen. En dat heb ik 3 weken geleden of... Was dat 3 weken geleden? Ja, 2 of 3 weken geleden heb ik dat gedaan. Mijn Yves Saint Laurent tas. Daar ben ik echt nog steeds super, super blij mee. Dus al mijn 3 doelen die ik wilde behalen, die heb ik dus ook behaald. Even kijken hoor. Ik zit veel te brabbelen. Ondertussen gaan we door met gezichtspoeder. En ik gebruik deze ook weer van de Fit Me van Maybelline. En dit is in de kleur 120. Maar ik denk dat ik voor het nieuwe jaar, dus in mijn laatste weekvlog, ook maar weer een paar doelen ga stellen. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Trouwens, dat breng ik aan met deze. Ik ben zo slecht in praten en alles te vertellen tegelijk. Maar ik gebruik dus gewoon een grote kwast van de Hema. En ik gebruik nooit zo heel erg veel poeder. Omdat ik dan vind dat je zo'n cakey effect krijgt. En dat vind ik niet mooi. Maar wel een beetje om een beetje mat te blijven de rest van de avond. Waarschijnlijk gaat dit ook gewoon mijn look worden met oud en nieuw. Want ik ben niet zo heel creatief. Dus verwacht er ook niet te veel van. Ik vond het gewoon leuk om deze video op te nemen. Ik ga eventjes verder met de wenkbrauw. En dat vind ik echt heel moeilijk. Om te praten en dat te doen tegelijk. Dus ik weet niet of ik hierbij veel ga praten. Maar wat ik in ieder geval gebruik voor mijn wenkbrauw is dit setje van Catrice. Die helemaal uit elkaar valt iedere keer. En dan gebruik ik de donkerste kleur. En dat breng ik aan met deze eyeliner brush van de Kiko. Deze oranje. Die is heel fijn en die is een heel scherp puntje. En dan ga ik er altijd eventjes door met deze spoelie van de Ethos. En ik gebruik als laatste een wenkbrauw gel van NYX. En wat ik doe is niet heel erg boeiend met mijn wenkbrauwen. Ik volg gewoon een beetje de lijnen. Toevallig 2 dagen geleden heeft Veronica van school is heel erg mooi met een touwtje geëpileerd. Dus eigenlijk zit de vorm er echt perfect in. Ik hoef het alleen maar een beetje te volgen. Dus dat is wat ik ga doen. Oké, mijn wenkbrauwen zitten erop. Ik ga eventjes wat wenkbrauwgel dus aanbrengen om ze beter te laten zitten. Ik ben nooit zo heel erg kieskeurig met wenkbrauwgel. Zolang het gewoon zijn werk doet, vind ik het wel prima. En wat ik altijd doe is ik borstel mijn wenkbrauwhaartje een beetje omhoog. Zodat mijn wenkbrauwen wat voller lijken. Dat vind ik altijd weer heel erg mooi. Ik ga verder naar de ogen. Ik heb niet super veel oogschaduw of wat dan ook. Ik heb hier wel een heel erg mooi paletje van NYX met rode kleurtjes. Ik vind rood altijd bij mij wel heel erg mooi. Een beetje bruin-roodachtig. Ik heb hier een oogschaduwpaletje van Bella Pierre Cosmetics. Ik ken het merk zelf verder niet. Maar die heb ik toen een keertje in een box gekregen. Ik heb hier nog 2 paletjes van NYX en Monkey. En ik heb nog een oogschaduwpaletje van Sleek. Dus daar gaan we gewoon een beetje mee spelen. Ik heb ook vrij weinig verstand van oogschaduw. Maar dat maakt niet uit. Ik ga beginnen met een beetje oogschaduwbasis. Zodat het allemaal goed blijft zitten. Deze is ook van NYX. Daar breng ik gewoon een heel klein beetje van aan op mijn ooglid. Zodat het ook allemaal een beetje dezelfde kleur wordt. Want ik heb best wel veel aderen op mijn oogleden. Dus dan zie je altijd een beetje verschillende gekke kleurtjes. Maar wat ik dus volgend jaar echt super graag wil doen. Is Vlogmas. Ik zat dit jaar heel erg te twijfelen van... Zou ik Vlogmas gaan doen? En zou ik daarmee beginnen dit jaar? Maar ik heb dit jaar gewoon best wel druk met school en lange dagen en stage. Dus dan dacht ik, ja, dan heb je bijvoorbeeld op vrijdag al bijna geen Vlogmas. Dan bestaat die Vlogmas misschien uit 4 minuten. En dat vond ik al niet leuk. Dus ik dacht, nou, weet je, ik doe het dit jaar niet. Volgend jaar ben ik als het goed is klaar met mijn mbo. Heb ik minder stage, zit ik misschien wel op het hbo. Maar kan ik misschien wel weer wat meer filmen. Dus ik denk dat ik gewoon volgend jaar Vlogmas ga doen. Super leuk. Maar goed, ik ga eventjes beginnen met dit paletje. En hiervan pak ik als eerst een beetje deze huidkleur. Om een beetje gewoon over mijn ooglid heen te gaan. Want deze oogschaduwbasis plakt altijd heel erg. En ik vind dat je dan nooit zo lekker kan blenden. Dus dan doe ik eerst een beetje gewoon die huidskleur op mijn ooglid. Maar laat eventjes weten of het jullie leuk lijkt dat ik volgend jaar Vlogmas ga doen. Mij lijkt het wel echt super leuk. Maar ik wil dan wel gewoon iedere vlog echt iets boeiends kunnen laten zien aan jullie. En niet dat een Vlogmas bestaat uit 3 minuten. Want dat vind ik dus niet leuk. Dus vandaar dat ik het dit jaar dus niet heb gedaan. Dus als ik het volgend jaar ga doen, wil ik wel echt een boeiende Vlogmas maken. Dat lijkt me wel echt super leuk. Want ik vind het zelf ook heel erg leuk om te kijken. Ik kijk eigenlijk alleen maar die van Leonie Vlogmas. Want oké, nu ga ik eventjes beginnen met een kleurtje te kiezen. En ik vind dit paletje altijd heel erg mooi. Dan zie je een beetje van die donkere kleurtjes. En ik ga denk ik als eerste een beetje deze oranje of deze rode een beetje op mijn ooglid aanbrengen. Ik denk dat ik voor die oranje ga. En dat doe ik gewoon met een kastje. En die breng ik gewoon op mijn ooglid aan. Voorzichtig, niet te veel.
Want we willen ook geen clown worden. Maar ik breng een beetje... Oh, ik ga jullie een beetje inzoomen. Want jullie zien volgens mij echt geen geluid. Maar wat ik dus doe, is dat ik hem een beetje hier zo aan het einde aanbreng. Niet te veel naar de binnenkant, want daar wil ik juist een licht kleurtje houden. Maar gewoon een beetje... Ja, op het halve ooglid zo ongeveer. Zo. En dan doen we ook aan de andere kant. Maar zoals ik net al zei, ik kijk eigenlijk alleen maar een beetje de vlogmas van Leonie. Omdat de rest van de meiden die ik volg niet aan vlogmas doen. Maar ik vind haar vlogmas wel heel erg leuk. En iedere dag is eigenlijk ook wel boeiend om te kijken. En dat vind ik heel belangrijk. Dat je niet vlogmas gaat doen om het video's maken. Maar wel gewoon dat het ook echt boeiend blijft, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Oké, ik heb nu een beetje aan beide kanten aangebracht. Wat ik dan ga doen is dat ik een iets donkerder kleurtje pak. Moet ik alleen eventjes kijken welke. Ik denk die een beetje rooige die ik net aanwees. En dat ik die dan zeg maar hier in het hoekje ga doen. Lijkt nu allemaal een beetje heftig, maar dat komt goed. Ik doe echt nooit oogschaduw op. Ik draag dus echt bijna nooit oogschaduw. Alleen met kerst en een beetje met oud en nieuw. Maar ik vind het wel altijd heel erg leuk om mee te spelen. En het lijkt nu echt dat je denkt, jezus, je lijkt een clown. Maar dat ben ik niet. Dat komt allemaal goed. Even kijken, ik heb hier een heel klein kwastje. En daarmee ga ik in een wat lichter kleurtje. Ik denk een beetje die. Die past wel in dat thema. En dan ga ik daarmee in mijn binnenste ooghoek. En bij visagie op school hebben wij dus geleerd, als je blauwe of groene ogen hebt, dat je dan het beste rode of oranje oogschaduw kan doen, omdat je ogen dan het mooist uitkomen. En bij bruine ogen was het volgens mij iets van paarse oogschaduw of zo. Dat dan dat het best uitkomt. Zo. Dan pak ik met datzelfde kwastje ook een beetje een glitterkleurtje. Ik denk deze. De tweede. En daarmee ga ik een beetje in dat hoekje, zodat er een beetje glitter komt te zitten. Oké, dan pak ik eventjes een watje om dat blending kwastje van net een beetje schoon te maken. Want ik wil een beetje gaan blenden. Maar als er nog allemaal rood op zit, dan gaat het niet zo goed. Maar wat ik nu ga doen, is gewoon een beetje die bovenkant een beetje vervagen. Omdat ik hem wel ietsjes te hoog vind zitten eigenlijk. Kijk, waar ik nu dus bijvoorbeeld tegenaan loop, is dat ik die overloop van oogschaduw naar huid te heftig vind. Dus wat ik dan altijd doe, is pak ik gewoon weer mijn poeder. En dan ga ik met die blendingkwast ga ik in mijn poeder en dan ga ik gewoon, zeg maar, hier zo met die poeder overheen. Omdat je dan in principe gewoon blendt met de kleur van je huid. Zodat het wat minder heftig wordt allemaal. Kijk, nu vind ik hem al wat beter, alleen deze kant nog. Oké, nu vind ik hem op zich wel mooi. Het is niet heel bijzonder, maar zoals ik al zei, ik ben ook geen pro in make-up. Dus heel veel meer dan dit gaat het ook niet worden. Ik ga even kijken of er ergens nog een mooi... Oh, ik heb hier nog een mooi glitterkleurtje. Deze van Kiko. Even kijken. Dit is kleur 118. Deze heb ik echt al heel lang. Deze heb ik toen in Italië gekocht. Toen de Kiko zelfs nog niet in Nederland zat, had ik deze al. En die breng ik nog een beetje in mijn binnenste ooghoek aan, zodat het nog ietsjes meer glittert. Oké, mijn ogen zijn klaar. Ik heb dus gewoon een beetje oranje gedaan. En daarbuiten een beetje rood om hem mee te vervagen. Maar nu het zo in elkaar geblend is, dus lijkt het ook een beetje bruin eigenlijk. En aan de binnenkant heb ik het gewoon wat lichter gedaan. Echt super easy. Maar ja. Oké, nu gaan we verder met het gezicht. Ik ga beginnen met contouren. En dat doe ik met deze van MAC in de kleur Harmony. En daar heb ik een heel leuk kwastje voor van de Etos. Deze. En daar ga ik gewoon een heel klein beetje mee in de poeder. En wat ik dan doe, zeg maar heel vaak, wat ik bij mensen vind, is dat hun contour heel laag zit. Zeg maar echt hier. Wat ik altijd doe, zeg maar, als ik hier die deuk voel, dan zet ik hem iets daarboven. Omdat ik dat gewoon eigenlijk mooier vind. Wat ik doe is, zeg maar, hij loopt schuin deze kwast. En het dunne gedeelte zet ik onder en het brede gedeelte zet ik dus boven. En ja, dat vind ik gewoon het mooist. Ik weet niet of dat ook goed is, maar ik vind dat het mooist. Dus dan doe ik ze maar zo.
En ik doe het nooit echt gelijk een streep zetten, omdat ik anders... Ik weet niet, ik vind het gewoon niet mooi als je echt drie lagen ziet. Ik vind het mooiste bij highlighter, blush en contour als het een beetje in elkaar overloopt. Dus ja, ik doe echt altijd hier best wel lang over. Maar gewoon omdat ik het mooi wil hebben en gewoon ja, eigenlijk een beetje veeg. Wat ik ook doe, is een beetje lastig uitleggen, maar terwijl ik die streep zeg maar zet, vervaag ik hem ook een beetje al omhoog. Zodat hij straks mooi overloopt met je blush en je highlighter. En ik vervaag hem ook een heel klein beetje naar beneden. Zeg maar naar mijn oor hierachter. Zodat je niet echt zo'n hele duidelijke streep ziet. Die zit er nu nog wel een beetje en die gaan we straks ook een beetje vervagen. Maar eerst even de andere kant. Ik vind de andere kant altijd het lastigst. Volgens mij zit het er wel een beetje. Zoals ik al zei, vind ik deze nog een beetje te heftig. Dus daar ga ik dan eventjes overheen met gewoon mijn poederkwast. Oké, beter. Ik ben geen pro in contour. Ik zou echt willen dat ik dat was. Maar helaas ben ik niet. Wat ik nu altijd eerst eventjes doe, is dat ik nog een bronzer pak om mijn gezicht eventjes iets warmer te maken. En om deze eventjes wat mooier in elkaar over te laten lopen. Ik gebruik... deze van MAC. En daar gebruik ik gewoon deze kwast van Real Techniques. En ik heb echt... Oh, dit is de Buffing Brush. Daar ga ik gewoon een beetje doorheen. Omdat van deze contour of van deze bronzer komt echt haast niks af. Ik moet echt mijn best doen om er wat van af te krijgen. En dit doe ik sowieso altijd gewoon bij mijn voorhoofd. Omdat ik vind dat ik best wel een groot voorhoofd heb. En wanneer dat brons, dan lijkt het optisch kleiner. Dus vandaar dat ik dat ook altijd eventjes meepak. Dus een beetje onder mijn kin mee. Zo. Dan gaan we door naar de blush. En ik heb wel een paar verschillende soorten blushjes. Even kijken welke ik ga gebruiken. Ik heb hier een paletje van Sleek met drie kleurtjes. Maar die vind ik misschien ietsjes te heftig. Dan heb ik hier ook nog van Sleek het kleurtje Rosebud. Die vind ik ook wel heel mooi. Met gouden glittertjes erin. Heb je gelijk alvast een soort van highlighter. En dan heb ik hier ook nog eentje van Benefit. Ik denk dat ik die ga doen. Omdat die gewoon heel mooi rustig roze is. Ik heb echt geen idee. Maar het is in ieder geval deze in dat groene doosje. En die breng ik aan met deze Root Techniques blush brush. Heet die volgens mij. Ja, gewoon de blush brush. Daar ga ik gewoon een beetje mee in. En wat ik dan doe. Ik doe hem niet echt op die appeltjes van mijn wangen. Maar ik doe hem een beetje... ja, boven die contour eigenlijk zo. Gewoon een beetje zo, hè. Zo. Dan gaan we verder met de highlighter. En ik gebruik die van MAC, de Soft & Gentle. Ik ga er niet zo heel erg veel van aanbrengen. Omdat ik de laatste tijd gewoon niet meer zo fan ben van highlighter. Ik vind het wel mooi. Maar soms vind ik het echt overdreven. En dan krijg je echt zo'n... gewoon zo'n lelijk iets. Dat vind ik niet zo mooi. Dus mijn highlighterkast is een beetje vies. Dus ik ga even een ander pakken. Dan gebruik ik gewoon deze van Essence. Dat is ook zo'n schuin afgesneden kwast. Maar dat vind ik ook wel fijn. Want ik breng hem altijd een beetje hierboven dan zo aan. Zo. En wat ik dan nog altijd één keer doe. Is dat ik er eventjes met die gezichtskwast overheen ga. Zodat alles een beetje... mooi in elkaar overblend. Maar trouwens ook nog een tip is. Of wat ik soms ook nog wel eens doe. Is zo'n waaierkwast gebruiken. Om bijvoorbeeld bronzer bij mijn voorhoofd aan te brengen. Want je hoeft echt letterlijk alleen maar zo te doen. En het zit perfect. Dus dat is ook nog een tip. Nu gaan we verder naar de wimpers. Ik twijfel ook altijd tussen nepwimpers. Ik heb er hier 5 verschillende van Ardell. Dit zijn de Naturals. De Wispies. Nog meer Wispies. Nog meer Wispies dingen. Maar ik twijfel altijd heel erg... tussen wimpers of mascara. Want ik vind wimpers echt super, super mooi. Alleen na ongeveer 2 uur ga ik me er altijd van irriteren. En dan wil ik ze eraf trekken. En dan is gelijk heel je make-up zeg maar verpest. Omdat je trekt al je wimpers eraf. Laag je mascara eronder zit ook net niet mooi. Dus dan heb ik altijd zoiets. Dan doe ik liever een mooie laag mascara op. Dat heel de avond mooi zit. Dan dat ik 2 uurtjes mooie wimpers heb. En dan trek ik ze er daarna weer van af. Met kerst twijfel ik nog een beetje wat ik precies ga doen. Ik denk dat ik met kerst misschien wel nepwimpers op ga doen. Maar met oud en nieuw ga ik sowieso gewoon mascara op doen. Want dan gaan we ook uit. Ben je pas 5 uur thuis. Dan zitten die wimpers echt van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's nachts op. Dat gaat mij echt niet lukken. Ik ga ze er sowieso aftrekken dan. Dus voor oud en nieuw ga ik lekker voor mascara.
En kerst weet ik nog niet helemaal, maar voor nu ga ik ook gewoon lekker mascara opdoen. Voordat ik mascara aanbreng, doe ik altijd een laagje zwart oogpotlood aan de bovenkant bij mijn wimperrand. Omdat dan je wimpers voller lijken. Omdat je gewoon een zwarte basis daaronder hebt, lijkt het niet alsof je allemaal zwarte losse hartjes zo hebt. Maar alsof ze allemaal aan elkaar aansluiten. Waardoor je wimpers dus voller lijken en mooier en alles. Dus dat is altijd wat ik eerst doe. Ik gebruik gewoon dit oogpotloodje van Essence. Die is echt een euro bij het kruidvat of zo. Oké, ik ga proberen uit te leggen hoe ik ook oogpotlood aanbreng. Maar het is best wel lastig. Maar zoals je misschien kunt zien, onder zie je het papier zeg maar. Boven zie je echt de kleur. Dus wat ik dan doe, de kleur zet ik omhoog. Zet ik tussen mijn wimpers. Doe mijn wimpers dicht. En dan ga ik gewoon zo heen en weer. Ik zal proberen het te laten zien. Ik kies een spiegel erbij. Ik zet hem er dus tussen. En ik ga gewoon zo heen en weer. En heb je oogpotlood op. En doe ik ook bij de andere kant. Voordat ik mijn mascara aanbreng, ga ik altijd eventjes met een spoelie langs mijn wimpers. Zodat als er een beetje oogpotlood tussen zit, dat ik dat eventjes een beetje goed kan verspreiden. Zodat ik geen klontjes of vastgeplakte wimpers zo meteen krijg. Wat ik altijd doe met mijn mascara, waardoor ze heel erg omhoog staan, is ik pak een klein spiegeltje. Die hou ik onder me. En dan vanaf onder ga ik de mascara aanbrengen. Zodat mijn wimpers een soort van zichzelf gekruld worden. Ik gebruik hiervoor de Maybelline The Rocket Volume Express Mascara. Niet in waterproof, want ik hou echt niet van waterproof. Maar dit werkt voor mij heel goed en het blijft gewoon echt heel de dag zitten. En wat ik zo fijn vind aan deze mascara is dat hij je wimpers heel mooi scheidt van elkaar. Dus oké, wat ik doe is ik hou het spiegeltje onder me. En dan vanaf onder ga ik de mascara aanbrengen. En tussendoor pak ik elke keer weer wat nieuwe mascara. En dat doe ik ook bij de andere kant. Mijn mascara zit erop. Ik vind dit trucje altijd super fijn werken. Het is een soort van natuurlijke wimperkrul effect. Ik krul mijn wimpers eigenlijk nooit van tevoren. Omdat volgens mij is dat dus best wel slecht. Ik weet het niet zeker. Maar ik heb het toen een tijdje gedaan. In groep 7 of 8 of zo. En daarna ben ik er eigenlijk mee gestopt. En mijn wimpers hadden gewoon hetzelfde effect. Doordat je het zo omhoog krult zeg maar, met je mascara blijft het ook gewoon zo staan. Althans bij mij blijft het zo staan. Dus dat is nog een tip. We zijn bijna klaar. Alleen nog de lippen. En voor mijn lippen ga ik dit potloodje gebruiken. Deze is van Essence. In de kleur, even kijken, Lost in Love. En wat ik hiermee doe is ik maak gewoon een klein lijntje rondom mijn lippen. En dat kleur ik ermee in. En dan daarna doe ik er Vaseline overheen. Om toch nog je lippen een beetje te verzorgen. Want ik hou niet van dat plakkerige lipstick of lipgloss gedoe. En dit is gewoon prima. Dus ja. Dus ik ga gewoon met een potloodje ga ik gewoon langs mijn lippen. En dat kleur ik dan ook een beetje in. Zo, dan ga ik er een beetje overheen met Vaseline. Omdat ik dit vaak nog even iets te heftig vind. En Vaseline, dat vervaagt het allemaal een beetje. Dit is dan uiteindelijk mijn make-up look geworden voor de kerst 2019. Ik hoop dat jullie hem een beetje leuk vinden. Zoals ik in het begin al zei, ik heb er echt de ballen verstand van. Dus neem niet te veel aan van wat ik heb laten zien of wat ik zeg. Maar ik heb dit gewoon gedaan op mijn manier. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik zal eventjes mijn haar erbij los doen. Volgende week wil ik heel erg graag een Q&A opnemen als laatste video van 2019. Dus heb je nou nog leuke vragen, laat die zeker eventjes in de reacties achter. Dan kan ik die misschien gaan beantwoorden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En volgende week weer lekker naar mijn weekvlog te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.